We zijn hier in het mooie Heeg. En hier is iets bijzonders aan de hand. De bewoners van Heeg die hebben een energiecoöperatie opgericht. En wij zijn voor deze coöperatie een onderzoek gestart naar de potentie van bodem om uiteindelijk de circa 1000 woningen hier aardgasvrij te verwarmen. En met deze proefboring gaan we de bodem verder verkennen en het grondwater. En met deze informatie kunnen we uiteindelijk een gepast ontwerp maken en de vergunningen aanvragen om al die woningen aardgasvrij te kunnen maken. Een paar jaar geleden zijn we begonnen met een project om Heeg van het aardgas af te krijgen. En het idee is dat we een warmtenet gaan aanleggen in het dorp. Dat een collectief warmtenet is, ook een coöperatief warmtenet. En dat we met z'n allen met duurzame bronnen dat warmtenet gaan voeden. Onder andere met warmte uit het Heegemeer. We hebben nou de campagneperiode gehad, daar waar we 500 aansluitingen ruim hebben gehaald. Dat is op zich nog te weinig percentage om het echt haalbaar te maken. Maar we gaan uit van een inlooppercentage. Als we zien dat we beginnen met graven of wat ook. Maar ook met de volgende campagneperiode dat we weer mensen bezoeken met vragen. Want er zijn nog een hele hoop mensen die vragen hebben. Hoe komt het bij ons? Hoe moet het bij ons? Etcetera. Dus die bezoeken gaan we doen. We hebben in totaal 1100 woningen. En dan moeten we toch minimaal een 850 van zien mee te krijgen om het rendabel te krijgen.